Hier loopt de Kievietlaan, die meer dan 2 kilometer dwars door de Stiphoutse bossen loopt. Grensweg tussen Laarbeek en Stiphout-Helmond. Op het einde van de boslaan staat de grenspaal. Net over de grens ligt het schitterende heidegebied van het Kamerven. Deze 100 jaar oude knoestige den heeft zijn grilligheid te danken aan het trotseren van stormen en strenge winters door de jaren heen hier op deze vlakten. Vennen hier in dit gebied. Het peeldorp Gemert is van 1240 en was onder de Fransen een commanderij of heerlijkheid. Later kwam het in gezag van de Duitse orde. In Gemert vind je vele steegjes van beukenhagen en oude muurtjes. Gemert heeft nog een prachtig kasteel. Het oudste gedeelte is van 1391. Het poortgebouw met ophaalbrug. Eeuwenlang woonden hier ridders. Het centrum van Gemert is het Ridderplein, met uitzicht op het kasteelcomplex, wat een Bourgondische sfeer geeft. In Gemert staan nog veel monumentale huizen. Waaronder het oude gymnasium.
Zolder uit 1884 is nu een toprestaurant. Volgens de eigenaar stond er toen al deze kastanjeboom. Ook de prachtige gotische kerk stamt uit de 18e eeuw. Hier in Gemert zeggen ze dat de kerk verkeerd staat, met de voorkant naar het kerkhof. Nou, dat heeft toch wel iets? Even buiten Gemert, in een landelijk gebied, staat nog het voor Noord-Brabant beroemde Esdonkskapelleke. Wow! Buiten waait het hard en hier is het zo stil. Wat een mooi kapelletje. Oh, met een trapje kan je hier naar boven. Nou, dan gaan we dat doen. Heel klein, want dat maakt het juist nou zo mooi. Als de mensen vroeger zweren of bulten hadden, dan konden ze buiten door een gat verroeste spijkers in een bakje bij dat Christusbeeld gooien. Dan werden ze genezen. De directeur van Tiel Draadindustrie op de Donk heeft wel eens gezegd: waar blijven toch al mijn spijkers? Hier dus. Wel een heel prachtig houtsnijwerk, dit Christusbeeld. Ondanks de naam doet vermoeden, ligt dit schitterende kleine bergmeer toch niet in Laarbeek, maar net over de grens met Aderwiksel, aan de oostkant. Ven, een groot boscomplex en de Grotelse Heide is eigenlijk één groot natuurgebied. En daar dwalen ook nog ergens de Schotse hooglanders rond. Ja, daar heb je ze. Maar dat zijn geen Schotse hooglanders. Nee, die lopen ergens anders rond. Prachtige landschappen vind je hier. En dat net over de gemeentegrens.
Ik denk dat die hooglandertjes met die kromme hoorns en lange vacht, dat die in een ander natuurgebied uitgezet zijn. Ik zie ze hier niet. Dan gaan we maar weer verder. Ik heb hier een kaart van Laarbeek. Laat maar eens even. Wist u dat Laarbeek grenst aan 5 andere gemeenten? Hier met de gemeente Veghel. Hier Gemert-Bakel. Hier aan de onderkant met Helmond. Hier aan de westkant met Nuenen. En nog een hoekje van Sint-Oedenrode. Ik ga hier het grensgebied van Laarbeek over en kom dan bij de gemeenten Sint-Oedenrode-Nuenen, want daar liggen de mosbulten. Harry, jou een echte vogelman, hè? Ja. Ja, ja. En zie je iets? Ja, een zilverrijger. Oh, ja, maar ik heb wel eens gehoord dat hier ook een zeearend neerstrijkt, hè? Een visarend. Een visarend? Ja. Oh, hoe lang is dat geleden? Die is nou door het warmes, hè? Ja, die is nou hier niet dus. Nee. Ja, en als er geen vogels zijn, net als nu, dan is het toch altijd nog mooi om rond te wandelen, hè? Rond die vogel, het wordt hier ook voer gestrooid, hè? Ja. Komen ze op af, hè? Ja. Waar zijn dit? Groenlingen. Oh. Mooi. Man en pop. Oh. Het is altijd mooi om te zien, hè, die vogels, hè? Ja, zeker. Is het nog genoeg? Mooi hobby. Ja, heel mooi. Ja, tenslotte nog naar het aan de noordkant grenzende, de naam zegt het al, vroegere agrarische dorp Boerdonk. Tegenover de lagere school staat het Rooms-Katholieke kerkje en de pastorie. De stijl van dit neogotische kerkje zie je ook veel in het Noord-Franse Normandië. Het voormalige parochiehuis, nu Den Hazenpot, is verworden tot een klein cultureel centrum. Nou, we zullen eens naar binnen gaan. Kijk, die deur gaat automatisch open. Wauw. Nou, dat is nog een mooie zaal hier, hè? Ja, ja. Ja, ja. Goh. Heel mooi. Ja. Is hier nogal druk bezigheid hier, hè? Heel veel activiteiten hier en wandel- en fietsroutes hier, aangesloten en de Hazenpot en hier ook in het dorp. Dus we zitten hier volop in de activiteiten. Oké. Okay. In de Kapelstraat stond in 1483 een kapelletje dat in 2008 door een groep vrijwilligers achter de kerk in originele stijl is teruggebracht. Dit Cornelius-kapelletje van leemkleurig pleisterwerk wordt door wandelaars en fietsers gezien als een van de mooiste van Brabant. Ja, we zullen eens naar binnen gaan.
Cornelius was de beschermheilige van het vee. Dat is ook niet zo verwonderlijk in een agrarisch dorp als Boerdonk. Langs de pastorie stond vroeger ook een nonnenklooster. Hier moeder Overste uit 1930. Een kunstwerk van Mark Smits herinnert nog aan deze periode. In de nabijheid van Boerdonk zijn in de Tweede Wereldoorlog 3 vliegtuigen neergestort. Enkele jaren geleden is er ook hier door een groep vrijwilligers een monument geplaatst voor de omgekomen bemanning. En ieder jaar wordt het op 4 mei ook door familieleden uit het buitenland herdacht. Hier een van de Engelse piloten uit de Lancaster bommenwerper. En nu moet u gaan raden waar dit monument staat. Ik kan een beetje verklappen. Het staat ergens aan de in 1934 gegraven A, die nu doorgaat als de Goorloop.